All sessions will be in English, except for the one that's going to start right here, right now, led by no one other than Mr. Henk Blanke. It'll be in Dutch. He'll be dissecting an award-winning piece and showing that that piece could even be a lot better than it actually was before it was awarded. I hope you'll have a great day. Thanks so much. Sorry. Ik dacht echt dat je je vergist.
Dames en heren. Dames en heren. Goedemorgen. Just to be really sure, if you are a native English speaker or any other language than Dutch and you don't understand Dutch, you're in the wrong venue. This session is going to be in Dutch. Okay, anybody wants to leave? No. Okay, goedemorgen, nog een keer. Mijn naam is Tanja van Bergen. Ik werk bij de Vereniging van Onderzoeksjournalisten. Wij werken graag samen met Stichting Verhalende Journalistiek. En deze sessie gaat over zowel onderzoeksjournalistiek als over verhalende journalistiek. We hebben twee sprekers. De eerste is Erik Smit van Follow the Money. En de tweede is Henk Blanke. Wat zij gaan doen is samen kijken naar een verhaal, een productie die Follow the Money heeft gemaakt. En die Henk Blanke heeft gefileerd. Ik ga eerst jullie voorstellen aan Erik Smit. En daarvoor moet ik even mijn bril opzetten. Erik Smit, bouwjaar 1967. We hebben het hier over de verhalengarage, dus ik hanteer bouwjaren. Studeerde economie, werkte bij Quote, was medeoprichter van het dagblad De Pers. Zijn bekendste boek is Nina, de onweerstaanbare opkomst van een powerlady. En samen met Kim van Keken schreef hij de productie waar het nu over gaat. Daarmee werden zij samen journalist van het jaar 2017. Ze wonnen ook nominaties daarmee voor De Loep, dat is de prijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten. En De Tegel, de onderzoekstegel, de grote prijs voor journalisten in Nederland, wordt dat wel genoemd. Onderzoeksjournalistiek is De Loep belangrijker, maar goed, hebben we het niet over. Het verhaal waar we het nu over gaan hebben is dus het verhaal van Henry Keizer, de voorzitter van de VVD. Ik wil graag... ex-voorzitter, want hij sneuvelde. Ik wil graag Erik Smit het podium opvragen. En er mag geklapt worden. We beginnen met een buiging, dat is altijd lekker. Je hebt een microfoon nodig, hè? Zullen we er even bij gaan zitten? Doet deze het? Ja, alles hier doet het, want dat doen ze bovenaan. Ga jij lekker daar zitten? Die microfoon laat je gewoon liggen. Ook? Ja, ja. Gaat allemaal vanzelf. Nou, gaan we gezellig zitten. Ja, we gaan gezellig zitten. Ik betwist overigens dat Nina Brink dat mijn bekendste boek is. Dat is De Broncode. Oh, pardon. Dat is wat ouder. Pardon. Ja. De Broncode, dames en heren. Ook. Ik vond het ook het leukste boek, persoonlijk. Oké. Ik denk dat ik dacht dat de impact van Nina Brink wat groter was vanwege Nina Brink, het fenomeen. Ja, maar dat whatever. Wel, ja. We gaan het over wat anders hebben. We gaan het hebben over een andere ondergang, Henry Keizer. Kun jij even, want we hebben iedereen gevraagd die hier is om het verhaal al vooraf te lezen, maar niet iedereen zal dat hebben kunnen doen. En misschien is het ook goed toch om de highlights volgens jou nog even eruit te pakken. Waar is het voor een verhaal? Nou, om te beginnen is het heel belangrijk aan te geven dat dit een artikel is in een lange reeks verhalen. Waarmee wij in eind april, 22 april, was het publicatiedatum van het eerste artikel, wat vandaag gefileerd gaat worden, waar we mee begonnen. Dezelfde dag werd nog een ander artikel gepubliceerd, 2000 woorden lang ongeveer, ging over het wederhoor wat we in deze hadden gepleegd. En precies een dag later stond er een uitgebreid portret over Keizer op FTM. En dat was ruim 3000 woorden. En dat ging ook weer over. Dat ging met name eigenlijk over de man zelf en over hoe die in de belangrijkste politieke partij en de machtigste politieke partij, de politieke partij van onze premier, een rol speelde. En in welke mate hij gekend werd door zijn partijcollega's. Nou, dat laatste was eigenlijk een bijzondere ontdekking, want de man was eigenlijk een vrij onbeschreven blad eigenlijk voor de meeste van zijn partijgenoten. Eigenlijk wist niemand waar die vandaan kwam. Dat is heel bijzonder als iemand voorzitter is van een hele belangrijke en machtige politieke partij. Dat is het bruggetje naar het eerste verhaal. Die man is de partijvoorzitter van die partij, de VVD. En wij kwamen er in januari van 2017 werd ik getipt door een VVD'er. Iemand uit VVD-kring die hem goed kende. En ook goed wist wat van die activiteiten waren wat zijn bedrijfsmatigheden waren. En die zei van, nou, je doet er verstandig aan om eens even goed te kijken naar de overname
van het bedrijf wat Keizer nu in bezit heeft. En dat was een crematiebedrijf, de facultatieve genaamd. En het heette de facultatieve groep. Maar zo heette het oorspronkelijk niet. Het heette facultatieve beheer en het was ooit eigendom van een vereniging, de Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie. Opgericht in het einde van de 19e eeuw. En al meer dan 130 jaar lang actief om het, de mogelijkheid tot het cremeren te propageren. Wat voor heel veel mensen een fundamenteel mensenrecht is. En ook zo werd gezien, maar tot heel lang, ook tot lang in de 20e eeuw, niet mogelijk was. Nou, deze vereniging, om daarmee te beginnen. Laat ik het. Hier ga je al weer, Henk. Met storytelling. Waar moet ik nou beginnen? Ik ga je ook even onderbreken, want ik wil je vragen om dit niet storytellingachtig te doen, maar meer in bullets. Okay. Zodat we door kunnen met de fileren van het verhaal. Excuses daarvoor, maar we zitten een beetje krap in de tijd. Dus. Nou, dan komt het erop neer dat Henny, zoals je later bekend werd, de boel heeft getild. Dat hij verenigingen heeft. De vereniging voor vele miljoenen, op minimaal 19 miljoen, maar inmiddels staat te tellen op ruim 100 miljoen euro afhandig heeft gemaakt. En op een zeer arglistige wijze, die wij uiteen hebben gezet in, om te beginnen het eerste artikel, maar ook in de reeks erna. Oh jee. Heb ik je nu beledigd door te vragen om dit te doen? Nee, je kan het ook kort vertellen. Ja. Okay. Is er voor wat? Nee, nogmaals, we zijn wat later begonnen en we willen natuurlijk ook heel graag straks het gesprek aangaan over wat Henk met jouw verhaal heeft gedaan. Dus ik wil graag Henk Blanke nu bijvragen op het podium. Henk Blanke, dames en heren, won al als heel jong journalist het Gouden Pennetje. Dat is een prijs voor journalistiek schrijftalent. Hij werkte lang bij de Volkskrant, daarna bij het Dagblad van het Noorden, waar hij adjunct hoofdredacteur was en daarna onderzoeksjournalist. Hij won een tegel ook voor de reconstructie van de Facebook-rellen, die we ons allemaal nog wel herinneren, in Haren. Hij is ook auteur van het handboek, mede-auteur van het handboek Verhalende Journalistiek. En hij schreef Pistoolvinger, dat binnenkort nog weer uitkomt in een hernieuwde, uitgebreide editie onder een nieuwe titel. Titel ook alweer? Je gaat er niet dood aan. Ja, het levende bewijs, dames en heren. Je gaat er niet dood aan. dat is de ziekte van Parkinson waar het over gaat. En samen met Rick Kuiper richt Henk Blanke de verhalengarage op. En in de verhalengarage is nu het verhaal van Follow the Money op de brug gezet. En Henk heeft dat dus helemaal bekeken, besnuffeld en gaat daar nu zijn bevindingen aan jullie over vertellen. Henk Blanke. Goedemorgen. Even een paar kleine dingen vooraf. Ik ben een beetje ziek en daar heb ik een wat bewegend lijf van gekregen. Trek er niks van aan, dat doe ik zelf ook niet. Dat is de eerste. Tweede is dat de broncode van Erik een geweldig boek is. Ik ben het nu aan het lezen, ik heb het bijna uit. Als je van financiële thrillers houdt, is het echt iets om te lezen. Goed verteld ook. En het derde is de demontage van dit verhaal. Ik ga het niet over de inhoud hebben. Dat zal de meeste van jullie wat verbazen. Want daar hebben we het uiteraard altijd het liefst over. Ik moet ook veel water drinken, merk ik. Ik ga het niet over de inhoud hebben, ik ga het alleen over de vorm hebben. Mag ik in de tussentijd al wat zeggen? Ik vind het heel leuk om dit mee te maken. Want het is natuurlijk wel apart dat je natuurlijk voor een zaal gedemonteerd wordt. Maar ik denk dat het heel goed is voor journalisten om dit te ondergaan. Wij doen het ook bij ons op de redactie. Proberen dat ook met elkaars verhalen te doen. En eigenlijk is een verhaal natuurlijk nooit perfect. Het is nooit af. Dus waar de spreker hiervoor, die het gesprek afkondigde en eigenlijk ons aankondigde, die zei van, nou, er valt nog veel beter te maken aan een verhaal. Ja, dat klopt. Dus dat kan eigenlijk altijd. En ik ben heel benieuwd, Henk, wat het gaat worden. Stil zit als je geschoren wordt, Erik. Geef de microfoon maar even hier. Ik heb inderdaad met Rick Kuiper samen, een goede vriend en collega van de Volkskrant, de verhalengarage in elkaar gezet. Dat is de website waar je kunt lezen hoe andere journalisten over hun verhaal praten, over dingen die ze goed gedaan hebben, die ze fout gedaan hebben. En dat alles omdat we willen weten wat nou een goed verhaal maakt. Dat kun je vragen, maar je kunt het ook achteraf zelf beoordelen.
En dat doe ik omdat ik vind dat veel verhaaljournalistiek in Nederland nog zoveel beter kan. En dat geldt zeker voor onderzoeksjournalistiek. Onderzoeksjournalisten zijn zo gedreven door de inhoud, zijn zo bezeten van het ingewikkelde verhaal, dat ze er soms van overtuigd zijn dat een ingewikkeld verhaal ook alleen maar ingewikkeld verteld kan worden. Dat is niet zo. Ik geloof dat zo'n verhaal kan gebruik maken van narratieve technieken. Niet dat het allemaal verhalend hoeft te zijn, een volledige narratief, maar er zijn onderdelen van die techniek die je kunt gebruiken. Wat bijvoorbeeld uiteraard de spanningsboog. Een personage, een complicatie en ontknoping helpt altijd om een verhaal beter te maken, beter leesbaar te maken. Het helpt als het verhaal geen spaghetti is, maar enige logische ordening heeft, bijvoorbeeld die van de chronologie. En het helpt als de auteur zijn best heeft gedaan om dat toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld door er wat lichtere informatie te zetten als de rest hele zware kosten is. Bijvoorbeeld door tempowisselingen toe te passen. Follow the Money heeft er met het verhaal van Henry Keizer voor gekozen om zichzelf, de auteurs, als vertrekpunt te nemen. Als verteller te nemen voor het verhaal. Hun zoektocht is de leidende draad. Ik vind het niet zo handig, omdat ik vaak denk dat het helpt als je je verhaal niet voor de voeten loopt als schrijver. En dat moet je zeker niet doen als je ook die 2000 woorden lange wederhoor van Kim verkeken hebt, die op zoek is gegaan naar mensen binnen de VVD en binnen de crematiewereld die wilden spreken over wat ze gevonden hadden. En daar komt een prachtig verhaal uit. Dat is echt een heel goed verhaal. Vooral dankzij de dialogen die zo sterk zijn. En waarom vind ik de dialoog nou zo sterk? Bijvoorbeeld hierom. Is dit een goede dialoog? Zouden jullie zeggen. Ik denk het niet. En nu? Dialoog, met andere woorden, is contextafhankelijk. En je kunt er zo ontzettend sterk gebruik van maken als je een verhaal aan het vertellen bent. Eerst even over die spanningsboog. De vorm die Erik en Kim van Keken gekozen hebben, is die van een analyse. Steeds dieper gravend en eigenlijk de omgekeerde piramide toepassen op een verhaal van 3000 woorden. Dat heeft zo zijn nadelen, kan ik jullie melden. Om te beginnen wordt in de intro al de clue weggegeven. Hè? Wat Erik net zei, Keizer heeft zich op een buitengewoon lullige manier verrijkt ten koste van de vereniging. Dat komt na 196 woorden weer voor. Van een verhaal van 3400 woorden. Dan is er sprake van Keizer die enkele tienduizenden euro's weet binnen te halen. Na 370 woorden zegt hij het nog een keer. Dan gaat het om 30.000 euro. Specificatie zoals je dat kunt verwachten bij een analyse. Na 2300 woorden, dan zijn we een heel eind verder. Stelt hij de vraag voor welk bedrag moet de huidige VVD-voorzitter, et cetera. Het leek mij niet helemaal het moment om die vraag nog te stellen. Als hij dan tot de kern van de zaak komt, een heel belangrijk detail, pagina 33 van een jaarverslag, dan is de suggestieve waarde daarvan, de cliffhanger daarvan, is natuurlijk al lang vergeven, want je hebt al zo vaak gezegd wat er echt aan de hand is. En als dan tenslotte een commentator, een analist nog zegt wat er echt gebeurd is, nou, dan heb je 6 keer verteld wat je verhaal is en dan ben je het niet handig aan het vertellen. Een andere veelgemaakte fout bij onderzoeksjournalisten, überhaupt bij reportageverhalen, heeft te maken met tijden. Ja, want het zijn verwarrende tijden. Lees deze zin, een redelijk cruciale. De overgang tussen het begin van het verhaal en de reconstructie. Keizer is gecharmeerd. En hij wordt van een bedrijf dat hem in één klap multimiljonair maakt. Jullie denken net als ik, moet hij dan maakt of maakt tussen staan. Dat lijkt een lullig detail. Het staat allebei in de tegenwoordige tijd. Het lijkt een lullig detail, maar dat is het niet. En wel hierom. Lees deze alinea eventjes. Ook weer in de tegenwoordige tijd gesteld.
is volgens mij niet duidelijk of dit nou in 2012 speelt bij de overname. Of in 2017, op het moment dat zij het vertellen. Zo haal je als auteur het reële heden, het heden van nu, door elkaar met het verhaal heden. Het verhaal heden is het heden van de personages. Dan even over die structuur. Ik heb al gezegd, het heeft de vorm van een analyse. Maar als je daar even snel doorheen loopt, dan zie je dat het begint met Henry Keizer die zich verrijkt. Dat duurt ongeveer een vijfde van het verhaal. Dan gaan ze het verleden in. Dan beschrijft hij hoe Keizer zich inwerkt bij de facultatieven. Dan beginnen de leden van de vereniging commentaar te geven op de man, waaronder één kritisch lid. Dan krijgen we de verkoop nog een keer. De rol van Loek Hermans, andere VVD'er. En nog wat details over de deal. Het is dus een langzaam afbladderend en minder interessant volgehouden verhaal. En dat is jammer. Want het kan ook anders. Als je jezelf de vraag stelt wat nou eigenlijk de onthulling is. Wat eigenlijk de kern van de zaak is. Wat de aardigste vraag is. Dan kom je op een ander verhaal. Ik heb me bijvoorbeeld het meest afgevraagd hoe het nou in godsnaam kan dat een vereniging zich van 19 miljoen euro laat beroven. En er achteraf buitengewoon blij van is. Dat is heel raar. En ik zou dat als rode draad van het verhaal genomen hebben. En ik zou informatie hebben uitgesteld. Al was het maar omdat Dickens dat ooit zei. En het had ook best gekund, denk ik. Hè? Als je bedenkt dat die Henry Keizer een buitengewoon interessant personage is. Een wat rare man. Dat er ook wel wat omgevingsruis is. Die je heel mooi had kunnen beschrijven. De facultatief is eigenaar van... Ik geloof het oudste crematorium, het oudste crematieveld in Nederland, Westerveld. Als je bedenkt dat er een hele rij VVD-bestuurders zich in een carousel, zoals beschreven wordt in het verhaal, met die facultatieve bemoeid heeft. Het is weer een detail, telkens dezelfde handtekening van een accountant, dat woord zocht ik. Onder de stukken staat, wat ook zo'n detail is. En dat een goede doelenfonds, dat de facultatieve uiteindelijk tot stand zou brengen, een soort maskerade was voor iets heel anders. Dan realiseer je dat je details genoeg hebt. Maar wat hebben ze nou met die details gedaan? Die hebben ze in kaders weggestopt. En ook dat zie je heel vaak bij onderzoeksjournalisten die de details niet belangrijk vinden. Terwijl, wat je net de vorige spreker hebt horen zeggen, die details juist heel belangrijk zijn om een verhaal te vertellen. Heel veel onderzoeksjournalisten stoppen ze weg in kaders en dat moet je niet doen. En dit is natuurlijk een van de aardigste. De commerciële tak van de facultatieve deed dit soort dingen. Ik kan daar geloof ik wel een goed verhaal van maken. Had het ook anders gekund? Ja, had het anders gekund. En wel als volgt. Ik ben begonnen met alle jaartallen en alle data in een Excel-sheet te zetten. Zoals ik ooit geleerd heb van Luc Sengers. Dat heb ik geordend, chronologisch gemaakt. En ik ben van die chronologie uitgegaan. En ik heb gekeken wat er nou voor potentiële scènes in het verhaal zaten. En dan is de ledenvergadering waar het besluit werd genomen om de zaak aan Keizer te verkopen is interessant. De historie is leuk, hè? Zeker als je dat Westerveld erbij betrekt. De VVD-familie die in die carousel een rol speelde, kun je beschrijven, al was het maar omdat ze allemaal in die ene villa zaten. Het moment dat Keizer de leiding neemt bij de beheermaatschappij is een heel goed moment, omdat dat zoveel dramatische impact heeft. En uiteraard is de verkoop zelf ook interessant. Als je dat tenslotte plaatst in een outline, want zo doen we dat bij de verhalengarage, en ik hoop dat jullie het ook soms doen, dan krijg je een beeld als dit ongeveer. Je begint in medias res, op het moment dat Keizer zich in die vereniging ingewerkt heeft en de vergadering naar zijn hand zet. Dan duik je het verleden in, lees maar mee. Dan gaat het wat harder. En je ziet dat Keizer voortdurend de hoofdpersoon is en aan het eind van het verhaal zijn winst stelt. Zo had het ook gekund. Had het nou een beter verhaal opgeleverd? Ik weet het niet, eigenlijk is dat aan jullie om te beoordelen. Wat ik wel zeker weet, en dat is uiteindelijk waarom ik hier zit, is dat als we wat eerder nadenken over de manier waarop we onderzoeksverhalen presenteren, waarop we ze structureren, in elkaar zetten,
Bijvoorbeeld door daar een tweede man naar te laten kijken. Bijvoorbeeld door op een redactie een beginredacteur aan te stellen, zoals ik hem, of zoals mijn vriend Wim de Jong ooit genoemd heeft. Dan krijg je betere verhalen. Ik denk dat ze helderder zijn, dat er geen misverstanden zijn doordat de tijden en de chronologie goed wordt gebruikt. En ik denk dat het beter gelezen wordt. Dat is uiteindelijk het punt dat ik wil maken. En verder is het aan jullie om te beoordelen of dit een potentieel beter verhaal is dan wat Floor de Money heeft gemaakt. Wat ik voor de goede orde een geweldige scoop vond. Hè. Laat dat duidelijk zijn. Tanja. Jazeker, als ik water heb. Terwijl jij je verplaatst, ga ik dan alvast aan Erik vragen om maar eens een eerste reactie te geven. Hoe kijk jij hiernaar? Ik snap heel erg goed wat Henk zegt. En ik snap heel goed deze manier, zeg maar, deze wijze van verhalen vertellen. Voordat je naar de conclusies gaat, wat... Zijn er dingen die pijn doen als je dat zo ziet? Dingen waarvan je denkt achteraf, shit, had ik dat nou maar eerder zelf bedacht, dan had ik het zo kunnen doen. Nee. Je kijkt hier heel rustig naar. Ja, zeker. Ja. Nee, we hebben hele duidelijke afwegingen genomen. Ondanks wat Henk suggereert, dat er dus verder niemand naar kijkt bij ons, hebben we natuurlijk duidelijk over gesproken hoe we dit verhaal gaan brengen. Dat is het meer omdat we natuurlijk ook in een reeks van verhalen hebben gedacht. En de dag erop meteen een groot portret eigenlijk over de VVD'er stond. En dat element natuurlijk, hè, dat is, je hebt hier een groot onderzoeksverhaal en eigenlijk een serie waarvan al 4, 5 verhalen op de plank hadden liggen op het moment dat we met de eerste kwamen. Dan zeggen we, waar ga je mee beginnen? Dan zit je eigenlijk met een soort nieuwsverhaal wat je moet vertellen. Want daar breng je de klap eigenlijk mee. En natuurlijk zit dat nieuws in de intro. Natuurlijk geef je dat weg. Dat is een no-brainer. Daar gaat het om namelijk. En dat is de reden waarom mensen het gaan lezen. Fuck, de VVD-voorzitter heeft de boel getild. Dat is de freebie die je krijgt. En dat is ook het nieuws wat je de avond ervoor al aan kranten weggeeft in een persbericht. Op het moment dat je wilt dat dit verhaal in aandacht komt. Is dat een keuze om mensen naar Follow the Money te halen? En dat is ook de reden waarom dit een van de best gelezen verhalen aller tijden in de geschiedenis van Follow the Money is geworden. Om nog even de cijfers erbij te pakken. Ik weet het niet helemaal hoor. Maar, mm-hmm. Dat heeft er ook mee te maken natuurlijk dat het een hype wordt. En ik ben het ermee eens. Weet je kunt het altijd beter vertellen. Dus hè, als je het gaat over die tijden, denk ik van ja, verrek, dat had ik wel zo'n beetje beter over na kunnen denken. En als je denkt van ja, je moet jezelf niet voor de voeten lopen. Hadden we onszelf erin moeten schrijven. Dat denk ik achteraf eigenlijk dat beter was geweest om dat niet te doen inderdaad. Ik vind, ja, eigenlijk ben ik veel meer van de opvatting van, joh, laat het gewoon zien. En je hoeft niet per se te laten zien dat jij daar zit. Dus dat ben ik eigenlijk om met Henk eens. En het argument van Henk, eigenlijk herhalen jullie steeds. Je hebt die intro waarin je zegt, nou, de boel is getild. En dan ja, komt wordt dat, afgepeld. Komt he, dus je krijgt er steeds meer over te weten. Hè. In het begin is het een... dus je krijgt steeds meer te weten over wat hij nou eigenlijk... En wat hij gepikt heeft, hoeveel hij gepikt heeft en hoe hij gepikt heeft. En daar zit die opbouw in. Jij noemt het een opbouw. Henk heeft het over een langzaam afbladderend verhaal. Ja. dat kan je zo zien. En dat is natuurlijk maar helemaal wat je dat fijn vindt. En kijk, in deze is het natuurlijk een combinatie waar je heel goed een afweging moet maken hoe je... Het is een ingewikkeld verhaal. Dat wisten we toen we het gingen vertellen. Want het gaat hier namelijk om een constructie die hij heeft gepleegd natuurlijk om dat bedrijf in het bezit te krijgen. Die heel listig is geweest. Waarbij je natuurlijk het een en ander moet uitleggen van hoe dat werkt. Anders heb je geen verhaal. Kan je niet in een kadertje wegstoppen. We hebben ervoor gekozen om hier de inhoud leidend te laten zijn. Kun je je nog een constructie voorstellen waarbij je wel in het kort even het nieuws brengt natuurlijk en de toedacht, tjak, 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 en dat je daarna zou overgaan tot meer die verhalende vorm waarin je de lezer meeneemt? Kan inderdaad. En dan geef je hem ook weg, hè, van tevoren. Dus je bent sowieso bij het nieuws kwijt. Hè. Je weet sowieso dat Keizer, hè, dan komt er een vorm van dat je een nieuwsartikel maakt. Dat doet een krant ook wel. Hè. Dat, open in krant, Keizer heeft de boel getild.
nieuwsbericht, pak een beetje 400 woorden. Boven de vouw en dan binnenin in de krant heb je een verhaal van een paar duizend woorden. Wat gaat echt over het hoe het is gebeurd. Hè? Dus dat hadden we natuurlijk meer in de, laten we zeggen, in de literaire traditie, in de verteltrand kunnen oppakken. Dat is een mogelijkheid geweest. Wij hebben inderdaad wat meer echt een keuze gemaakt om van het begin af aan heel duidelijk de uitleg, de analytische dat op die manier neer te leggen. Omdat we wisten ook dat er nog veel meer zou gaan komen. Te beginnen met de dag erop, met een groot portret over keizer zelf. Is dat ook een keuze die je maakt omdat je zegt, dit is onderzoeksjournalistiek, het zijn ingewikkelde casussen, dan moeten we toch wel even de lezer goed aan de hand nemen? Want dat meen ik een beetje te horen. Ja, natuurlijk. Dus je begint ook wel. Dat heeft ermee te maken. Dus je moet die inhoud. Kijk, niet iedereen. Er is veel voor te zeggen om inderdaad een openingsscène in het Crowne Plaza Hotel te laten plaatsvinden. En om daar opbouw te nemen. Dan zie je daar hoe eigenlijk. Er wordt eigenlijk helemaal niet eens over deze deal vergaderd. Die passeert eigenlijk met een oogwenk. Het is geregeld, een handje klap. Er zitten wat bejaarden in de zaal. En die drinken daarna nog een kopje koffie. En natuurlijk geheel in de traditie van een crematieondernemer is ook nog een plakje cake te verkrijgen. Bij wijze van spreken, dat weet ik niet hoor, maar dat verzin ik er nu bij. Dan heb je wel een mooie scène inderdaad. Hè? Dat zou hartstikke goed kunnen. En daar hou ik ook Hij heel erg van. Hier aan. Dat had gekund. We hebben een andere keuze gemaakt dan deze. Wat je volgens mij gedaan hebt is in het eerste verhaal tenminste drie genres door elkaar halen. Je begint met iets wat op een nieuwsartikel lijkt. Dan gaat het over in een soort achtergrondreportage die enigszins verhalend is. Het historische deel. En daarna wordt het weer iets anders. Dan wordt het een soort van analyse. En volgens mij is dat de fout die je eigenlijk gemaakt hebt. Je hebt ook niet gekozen. Nou, ik zie het niet als een fout. Ik zie het als een keuze. En ik zie het als een manier om. Maar je hebt gewoon niet gekozen. Om de context weer te geven van het bedrijf. Hè? Dus, Erik, maken jullie ook wel eens doelbewust een andere keuze? Ja, dus, want dit is een keuze, zeg je. Dat suggereert dat je van tevoren overweegt. We kunnen het zus aanpakken, zo aanpakken, zo aanpakken. Is dat zo gegaan in de voorbereiding van dit verhaal? Ja, we hebben er wel over gesproken, ja, natuurlijk. En wat waren de alternatieven die jullie niet hebben gekozen? Nou, we hadden inderdaad een meer verhalende trant kunnen nemen. En voor ons stond het in de eerste artikel van groot belang om juist de inhoud heel goed neer te zetten en die controleerbaar te maken ook. En juist omdat die inhoud ook voor een zeker deel moeilijk valt te beoordelen door buitenstaanders. Want ik snap het niet, een jaarrekening. Ik snap niet waarom waarom een 19 miljoen opeens een bedrag is wat gestolen kan zijn of ontvreemd kan zijn. Dus daar moet je sowieso al in het verhaal duidelijk, hele duidelijke uitleg bij hebben om dat te kunnen brengen. En om daar van de lezer te kunnen overtuigen dat dit wat daar gedaan is, die transactie niet deugt. Die transactie moet je dan weer zien in het licht van de opbouw van het bezit van een vereniging die al heel lang bestaat. Vandaar dat we natuurlijk uitgebreid verteld hebben over de achtergronden van die vereniging. Had je ook wat meer verhalend kunnen doen. Is daarna ruimschoots aan bod gekomen bij andere artikelen die we daar over geschreven hebben. Daar is Westerveld een prachtige natuurgoed wat het daar is en ook de mooie gebouwen die er staan beschreven, maar niet in dat eerste artikel inderdaad. Dat eerste artikel heeft eenmaal al die prijzen gewonnen of die bijna prijzen gewonnen. Dat is de reden waarom we het natuurlijk genomen hebben. Nee, de reden is dat we het is een dossier, Keizer. Het is niet alleen maar één artikel. En het is wel bij sommige prijzen als één artikel beoordeeld. Zijn er toch nu, als je nu de reactie van Henk hoort en de dingen die hij noemt. Ik hoorde je net zeggen, nou die tijden, ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Dat had beter gekund. Zijn er maar andere ook wel dingen? Scènes ook wel, ja. Hoor. Ik denk van, ja, god, weet je. Wat ik zeg, weet je, je kunt het achteraf is het altijd denken, ja, dat had ik anders kunnen doen, had ik anders willen doen. Ik denk dat we het beginnen met een citaat en die keizer meteen neerzetten een prima manier is.
En als je kiest voor de verhalende wijze, waarbij je inderdaad eigenlijk de diefstal zelf als lijnend neemt. En dus laten we zeggen, het moment van die, laten we zeggen, die overdracht, die verkoop. Dat is een goede keuze geweest overigens. Dan had de scène in Crowne Plaza een prima moment geweest om mee te beginnen. Ja. Die keuze deel ik inderdaad. Wat ik vooral niet begrijp en wat ik niet begreep, is waarom die vereniging zich zo heeft laten beroven. Hoe is het nou ook dat ze met lachende gezichten zich 9 miljoen euro arm hebben laten maken? Dat wordt in het eerste verhaal eigenlijk niet uitgelegd. Nee, dat klopt. Dat is wel later aan bod gekomen. Dat is, kijk, dat is helemaal waar je de insteek. Hè. Kijk, wij hebben echt voor gekozen om de ingewikkeldheid van de financial engineering van deze transactie, om dat als beginpunt te kiezen. Op het moment dat je dat zuiver hebt, en voor ons is dat heel duidelijk, dat wij, als wij een markt moesten maken met dat eerste verhaal, dan moesten de kenners van de materie moesten meteen snappen dat dit knopt, dat daar geen gat in te schieten viel. Is dat het moment waarop... Vandaar dat was het vertrekpunt. Wil je toch even iets vragen daarover? Is dat een afweging dat je zegt voor ons is dat van die kenners, dat we meteen kunnen aantonen dat wij goed zitten? Is dat zo belangrijk dat het... Ja, waarom? Dat ga ik nu uitleggen, want ik was nog niet klaar. Want waarom is dat zo belangrijk? Omdat hier niet sprake is van wat Keizer ook in zijn verdediging ging aanhalen. Ik heb niks illegaals gedaan. Dat had hij ook niet gedaan. Dat is allemaal, kijk maar. Nou ja, er is natuurlijk wel wat illegaals gebeurd. Maar hij zegt, kijk, het is allemaal keurig volgens de wet. En het bestuur heeft toegestemd, enzovoort, enzovoort. Dus als je kiest voor het verhaal van de Crowne Plaza en je zet hem neer met 24 hoogbejaarde mensen, en je denkt, maar hoe kan dat dan? Dat kan, omdat het uiteindelijk een ingewikkelde transactie is. En die ingewikkeldheid van die transactie en die negatieve goodwill, wat je ook moet uitleggen, dat moet eerst als een huis, als een paal boven water staan. Wil je dat anderen kunnen vertellen van hoe is het dan vervolgens gebeurd dat die mensen daarnaar hebben gekeken en zich uiteindelijk hebben laten tillen? Henk, wil jij er even op reageren? De keuze dus in sommige gevallen, verhaalvormen, allemaal prachtig, maar het begint met het aantonen dat en daaruit resulteert een verhaal voor. Nou, ik zou het tenminste in twee hebben opgehakt. Ik snap heel goed dat je eerst het nieuws moet brengen, dat je daar trots op bent. En dat je dat ook voor de specialisten duidelijk... Mag ik even, Erik? Dat je het even de specialisten duidelijk moet maken, snap ik ook. Maar ik zou het kort en krachtig hebben gedaan. En ik zou dan die andere vragen hebben genomen als leidraad voor het achtergrondverhaal. En ik zou zeker niet die twee genres hebben vermengd. Omdat dat lezen scheelt. Er zijn mensen die afhaken. Ik ken mensen die het verhaal niet uitgelezen hebben, omdat het gewoon niet leesbaar genoeg is. Ja, nee, dat kan. Dat kan. Dat is ook, dat hebben we ook gerealiseerd bij die het eerste verhaal. Maar waar het ons om ging, is dat op het moment dat wij het eerste verhaal neer hebben gezet en weten dat het inhoudelijk impeccable is, dat er inhoudelijk niks op valt te schieten, en we weten ook dat er nog verhaal 2, 3, 4, 5 en 6 er ook nog aan gaan komen, dan is dat de piketpaal die we geslagen hebben. En vanaf dat moment is van alle storytelling nog mogelijk om uit te leggen en te vertellen wat er in tweede instantie, hoe het mogelijk is geweest dat Keizer door het bespelen, de dubbele petten die hij had, de vriendjes in de Raad van Commissarissen, de vriendjes in de ledenraad enzovoort, bespelen van die leden dus, in staat is geweest om het bedrijf te verkrijgen. Oké, er is een vraag uit de zaal. We hebben een minuut of 10 voor vragen uit de zaal. Ik hou de microfoon vast. U moet in de microfoon praten, want het kan zijn dat er hier een livestream is. Zeg even erbij wie u bent. Dat is ook handig. Oké, mijn naam is Patricia Gerrits. Ik heb eigenlijk 2 vragen. 1 korte vraag aan Hen Blanke eerst. Bij de analyse van je verhaal neem je dan ook de context mee? Dus de snelle politieke reacties die komen op het eerste verhaal, op het tweede verhaal? Ik heb wel het weerwoordverhaal gelezen van Kim, uiteraard. Die 2000 woorden, die hoorden echt bij. Bijvoorbeeld, nee. En over de statements. Nee. Nee. Want ik vond dat Erik even heel snel meeging in die gedachte van, goh, je kunt wel storytelling principes toepassen. Ik vraag me af of dat echt kan bij een primeursverhaal. Want dan gaat er zo'n
jij de dynamiek spelen. Dus ik zou daar jouw gedachten toch ook nog eens een extra keer overheen willen, nu Erik zijn uitleg heeft gegeven. Het is heel simpel. Ik zou het opgeknipt hebben. Of beter gezegd, ik zou het anders uitgeserveerd hebben. Ik zou het nieuwsverhaal heel kort hebben verteld, in een paar honderd woorden. En ik zou een reportage hebben gemaakt van de reportage onderdelen die ik had. En dat had prima gekund, al in het eerste verhaal. Dat lukt als je dus kijkt naar politieke reacties, naar reacties van mensen buiten Kim van Keken en dingen. Ik echt bij een primeurverhaal, bij een running story, vraag ik het me af. Ja, ik denk okay. Dat Henk gelijk heeft. Het kan. Dus dat had ook hier gekund. Dus, alleen we hebben een andere keuze gemaakt. En ik ben het ermee eens. Je had het verhaal leesbaarder kunnen maken. Dat is ook zo. Henk heeft in die zin absoluut gelijk met zijn analyse. Het verhaal, we hebben echt een afweging gemaakt om die inhoud leidend te laten zijn. En de storytelling in de tweede rol te laten spelen. Nee, dat hoeft niet te haaks. Ik vind nog steeds dat het een alleszins leesbaar verhaal is. Met een hele hoge informatiedichtheid. Maar nogmaals gezegd, die informatie die was voor ons leidend. Er is hier nog een vraag. Goeiedag. Ik ben Vlaams freelance journalist en redacteur bij een website. En ik vroeg mij af aan beide personen of dat het feit dat het om een online medium gaat ook een impact heeft op in welke mate storytelling net belangrijk is of net moeilijker is. Kijk, de ruimte is oneindig online. Hè? Dus dat vergt discipline en beheersing van de auteurs. Waarbij bij een krant natuurlijk gewoon zegt, jongen, dit is het stukje wat je hebt. En daar passen, weet ik veel, 1500 woorden op. Dan is dat het. Dat is dan een hele totaal andere dynamiek. Dus binnen die oneindige kaders, die er dus eigenlijk niet zijn, moet je dus jezelf wel opleggen dat het spannend blijft. Dus in die zin denk ik dat er eigenlijk meer gevraagd wordt van de discipline van een online auteur dan van een krantauteur. Want die heeft altijd die eindredactie op zijn nek zitten. Die moet binnen een bepaalde ruimte tot een verhaal komen. En dat is ook trouwens de reden waarom je ook binnen kranten trouwens heel veel niet zulke hele leuke verhalen tegenkomt. Omdat daar de ruimte niet voor is, gewoon simpelweg. Henk, wil jij daar ook even op reageren? Nee, het zou een heel vervelend inkoppertje zijn, dit. Ik bedoel, de oneindige ruimte is natuurlijk heel bedreigend, maar ik weet zeker dat Erik een voldoende vakman is om zich daar niet door in de war te laten brengen. Oké, gaan we door naar de volgende vraag. U bent? Romana Abels van Trouw. Ik zit met één ding al sinds het begin van jullie gingen publiceren. En dat is, en je zegt nu, zei je nu dat het controleerbaar moest zijn. En ook dat mensen in het vak meteen moesten begrijpen dat er geen gaten in te schieten waren. Waarom zaten er geen documenten onder? Waarom kon ik niet doorklikken op de jaarrekeningen? Ik heb zondag, het was een zondag dat het werd gepubliceerd. Er zat bij ons een weekenddienstjongen. Die wist niet jullie telefoonnummer. Die heeft uiteindelijk een veel te klein stukje ervan gemaakt, omdat hij het niet kon controleren, zei hij. Dat is gek, want volgens mij, bij mijn beste weten, staat de bewuste pagina van het. Ik heb hem toevallig voor me. Die pagina 33 van die staat er precies in. En hebben we ook. Ja, die staat eronder gewoon. Ja. Dus ja, die staat eronder. Dus die bewuste pagina, dat is pagina 33 van. Daar staat in feite eigenlijk de belangrijkste informatie in. Op één pagina. Van facultatieve groep BV, jaarrekening 2012. Daar staat de informatie heel compact eigenlijk in beschreven. Maar even meer in. Die is erbij gepubliceerd. Je had veel meer eronder kunnen leggen. Want dat gebeurt natuurlijk vaker. Dat mensen online onderzoeksjournalistiek publiceren. En meestal wordt er meer ondergelegd. Dus één pagina vind ik vrij mager. Dat kan je vinden. We hebben overigens wel meer van de jaarrekeningen uiteindelijk beschikbaar gemaakt, hoor. Maar bij mijn beste weten. Kan je voor kiezen. Ja, de essentie is erin genoemd. Die essentie is in feite ook controleerbaar. Die jaarrekeningen overigens zijn voor iedere trouwjournalist. Binnen of welke journalist dan ook in Nederland binnen enkele muisklikken via de Kamer van Koophandel te verkrijgen. Er is ruimte voor een laatste vraag. Wie? Vindplek werd goed aangeduid. Maar goed, je kunt dat die hele jaarrekening erbij publiceren. Dat klopt.
Maar het essentiële stuk stond er. Dus, en ik was controleerbaar daarmee. Ja. Karin Spank. Ik begrijp heel goed dat jullie buitengewoon gedetailleerd wilden zijn. Want je hebt ook te maken met de kans op laster en smaakprocessen en wat ook. En zeker bij een verhalende journalistiek. Ja, maar zo was het sfeer helemaal niet. Je wil daar niet te worden afgeleid als journalist. Dat snap ik ook. Maar waar ik als lezer echt last van had. Het is een behoorlijke stapel informatie. Wat ik heel graag had gewild bijvoorbeeld was een soort van plaatje. Hier heb je de facultatieven. En dat je dat langzamerhand gaat inkleuren. Daar heb je die, daar heb je die. Hey, verheep, dezelfde mensen. Die verkoopt dat. Weet je, en dat je dat langzamerhand opbouwt. Dat je een soort van het plaatje onthult in het verhaal. Ja, nee, je hebt dat gelijk. Had ik heel prettig gevonden. Dat hadden wij ook beter kunnen doen. En de grap was dat onze collega's van het Financiële Dagblad en ook later de correspondent dat wel gedaan hebben. En wij hadden nou ook op dat moment ook niet echt over de beschikking over een hele goede, laten we zeggen, iemand die zeg maar, illustraties kan maken. Simpelweg omdat we nog niet in die fase waren op dat moment. Dat hadden we wel echt wel wat meer ruimte voor moeten nemen, achteraf gezien. Had dat veel kunnen toevoegen bij het uitleg van die inhoud, van hoe dat nou werkt, precies met de waarde van het bedrijf en uiteindelijk wat nou, die bedragen die Henk al even liet zien, van die 30.000 en die 470.000 totaal, wat er nou uiteindelijk echt betaald werd door Keizer Kumsui. En natuurlijk ook het overzicht van die organisaties, die vereniging, het bedrijf waar het echt om ging en het overnemende bedrijf, uiteindelijk het bedrijf van Keizer zelf. En illustraties kunnen ontzettend bij helpen, dus dat is helemaal waar. Dus dat is een tekortkoming, vind ik zelf ook. Erik, slot alles overziend. Ik kan me voorstellen dat jullie met die presentatie van Henk nog eens op de redactie gaan kijken. Goh, zo en zo hebben we het gedaan. Zo en zo had het misschien gekund. Kan dit nog een input zijn voor jullie op de redactie om toch wat meer te gaan spelen met andere vormen? Nou, ja, ik denk dat kijk, die vormen die Henk heeft genoemd, die heb ik wel vaker gehanteerd. Ook op verhalen op Follow the Money. En als je kijkt naar de verhalen die ik in mijn leven geschreven heb, zit het heel veel van dit soort verhalen tussen, juist. Dat is nu, sterker nog, is mijn manier van schrijven zelfs. Maar het is altijd goed, wat ik al zei bij aanvang, daarom ben ik ook blij toch dat ik het even gezegd heb, is het heel goed om altijd je eigen verhaal op de brug te zetten, zoals jij het mooi zei, of tegen het licht aan te houden. Want het kan altijd beter. En je kunt het altijd op een, had het ook zo verteld kunnen worden. Ja, dat kan altijd. En had het daardoor beter geworden? Had gekund. Had het hier anders gekund? Ik denk het wel, ja. Had dat misschien meer lezers getrokken? Ik denk in een bepaald publiek wel, ja. Ik denk dat als je kijkt naar het had beter verteerbaar geweest voor een groter publiek, denk ik, als we Henk's adviezen hadden opgevolgd. Voor ons was het heel belangrijk, juist omdat we een hele hoge baas binnen een politieke partij te lijf gingen, als het ware. Dat het vooral dat eerste deel, dat heel duidelijk stond, kort of niet kort, maar wel controleerbaar was. Voorzien van hele duidelijke statements, logische statements van autoriteiten binnen de sector die daarover kunnen oordelen. Oké, Erik, dankjewel voor deze reflectie. Henk, jij bedankt voor je adviezen. Jullie bedankt voor jullie bijdrage.